Yo kijkers van Weg al Mike. En vandaag zijn we terug natuurlijk met de nieuwe Minecraft Skywars aflevering. Laten we lekker gaan beginnen. Oké, ladies and gentlemen. En we zijn aangekomen in de map Pokémon. En we gaan vandaag fucking even wat mensen lekker ownen op het mooie Cubecraft. In ieder geval we spelen de update 1.8.9. Want zoals je in de vorige aflevering misschien al verteld hebt, is het zo dat met 1.10.2 spelen op Skywars heb je een vies groot nadeel. Voor de mensen die de aflevering niet gezien hebben, kijk de aflevering even terug. In ieder geval, we zijn aangekomen op ons prachtige eilandje. Het is zo te zien overduidelijk OP. En we hebben fucking punchbow, maar we hebben geen arrows. Dus dat is kut irritant. Ik had trouwens niet door dat het OP was. Sorry als ik een kutkit nu gekozen heb. Ik had het eerlijk gezegd niet door. Ik weet ook echt even niet waar iedereen is. Ik ga even kijken. Waar zal iedereen toch eens zich bevinden? Oké, wat voor helm is dit? Oké, het zijn dezelfde helmen, dus die kan weg. Wat ik even moet hebben zijn blokken. En eigenlijk even wat arrows. Maar die heb ik dus niet. Oké, kom op. Ik denk dat we naar deze guy toe kunnen komen. Oké, even een notchappeltje. Even kijken of wij wat kunnen doen hier. Kom op. Oh. Is het een flyhacker? Was dat fly? Wait a moment. Oké, Taco Bell. Toch? Oké, daar zijn we dan. Potske 2 in de map Glass. Oké, let's fucking go. Weet je wat het kut is? Ik heb nog steeds geen glas. Ik vind het niet leuk. Ik zie tegenwoordig echt zoveel mensen met een mooi glas. Van, hé, ik heb een mooie blauwe, ik heb een rode, ik heb een oranje, ik heb een... Weet ik het wat voor kleur glas. En ik heb nog steeds legit gewoon helemaal niks. Ik heb al heel veel cubelets opengemaakt, maar ik krijg elke keer hetzelfde. Heel kut. Waar liggen al die kisten? Volgens mij ligt er toch hier eentje bovenop, of niet? Ja, er ligt er hier eentje bovenop. Oké, als het goed is heb ik ze dan, want één kist is namelijk fake. En dat is die daar. Dat heeft denk ik iedereen wel door, op dit moment. Was vroeger zo, is nu nog steeds zo, is gewoon leuk dat het er nog steeds zo is. Oké, laten we hiervan naar deze gozer toe gaan, kijken of we wat kunnen doen. Kunnen we wat tegen hem doen? Oké, dat is mooi, dat is gewoon een pick-up kill. Dat is best wel smerig gespeeld, laat ik eerlijk zeggen. Weet je, ik kom er echt aan, die gozer heeft damage gehad, die gozer heeft een moeilijke tijd gehad en ik loop meteen voor het verkloten. Oké, ik heb... lava, dan kan ik deze shit even in de fik steken. Spul ik niet nodig hebben, want anders moest ik weer een chestplate, moest ik weer helemaal uitgepakt, helemaal moeilijk gaan lopen doen, allemaal gezinnen joh. Dat wil ik gewoon allemaal niet. Oké. We gaan even verder. Waar oh waar zijn enemies? Daar is één iemand, daar gaan we even gezellig gezelschap nemen. Oké, we gaan even een emmertje water erbij pakken. Voor het geval ik ergens vanaf moet springen of weet ik het wat, want het kan best wel tricky worden dit. Ja, die gozer even door. Kan je alsjeblieft dat niet doen? Sowieso word ik er afgesmeten door die gast. Sowieso pikt hij het niet dat ik nu naar hem toe probeer te bouwen. Dat pikt hij niet. Kan je wat vertellen? Pik het ook niet. Oké, dit wordt nog een kut. Dat is... hoorden jullie niet bij elkaar? Het zag er namelijk echt naar uit als hun twee gewoon echt gewoon... matties van de eeuw waren. Laat ik heel eerlijk met jullie zijn. Het zag er niet naar uit alsof ze hun enemies van elkaar waren. Het was eerder zo van, je hebt toch wel door dat hij op je eilandje was. Of was het nou nog steeds niet obvious of zo. Maar oké, maakt niet uit. Fouten die maak je in het leven. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Oh. Dat is een fout onder andere. Oké, we gaan in ieder geval even verder. Ik zie daar iemand met TNT lopen te kloten. Dus die moet sowieso even dood. En daar zie ik nog iemand die dicht bij mij in de buurt is. Oké, dat moet te doen zijn denk ik. Oké, kom op. We gaan even verder. Er zijn nog 7 spelers over. We moeten al nagaan dat wij al volgens mij 1 guy hebben gekillt. Nee, 2 guys hebben gekillt. En 2 guys hebben zien doodgaan. Dus dat betekent dat we met 1 speler niks te maken hebben gehad. Dat is best wel... volgens mij, als mijn berekening klopt, dan is dat best wel veel. Dan hebben wij best wel veel te maken gehad in de map. Dus ik weet echt niet wat ze aan de andere kant van de map aan het doen waren. Lekker aan het vappen of zo. Ik weet niet wat... What the fuck hun idee was. Ik zie trouwens dat deze gasten fucking met 3 aan het team zijn. Nou, ik geef jullie de complimenten, mijn heer. Complimenten daarvoor. Ik weet niet wat ze gaan doen. Heeft hij nou anti-knockback? Hey, ben jij die... Wacht even hoor. Ik kan niet raken. Ja, flikker op joh. Nee, we gaan niet met elkaar teamen. Nee. Hop, ga flikker man. Ja, ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb net mijn golden apple ingenomen. Ik heb er nog 1 minuut en 38 seconden. Dus we moeten wel gaan opschieten. Zijn er daarna ook weer 3 mensen aan het team? Wat is dit? Is het 1 tegen 3 tegen 3? You fucking sure? You fucking wolby? Ja, ik ga niet met zijn teamen. Maar ik weet sowieso dat als ik er nu op afga. Dat denk dat iedereen wel door heeft. Dat ik dan sowieso geheid dood ga. Gewoon sterf. Aan weet ik het wat. Oké. Gozer, jullie zijn met z'n drieën. Hebben jullie mij echt nodig? Nee. Oh, ze zijn toch met elkaar aan het vechten. Ik ga even helpen. Amazing Bad Boy heeft even een dapperkill. Oké. Ja, dan is het dus een 1 tegen 3 tegen 3. Ik dacht echt dat hun aan het teamen waren. Zo zag het er echt naar uit. Maar blijkbaar niet. Maar ik ben bang. Ik wil even kijken. Oké, als ik erop spring, dan moet ik er dus via die kant moet ik erop springen. Maar dan sta ik boven en dan. Dat is nu even het probleem dat we hebben. Oké, ik word dus nu beschoten. Oké, jullie zijn... Oké, laat ik even duidelijk zijn, hè. Jullie zijn met z'n motherfucking drieën. 3 mensen. En nog durf jij niet, heb jij niet... Denk van, hé, laat ik even die gozer killen. We zijn met z'n drieën, kom op jongens. Doe niet zo flauw. Nee, deze gozers besluiten om een fucking bunker te bouwen. Like, what the fuck. Ik ga er nu ook gewoon heen. Het interesseert me ook gewoon niet. Ja, dat is 1 dood. Dat is denk ik 2. Dat is 2. Dat is nummer 3. Kijk, dan hebben we gewoon een triple kill. En jullie durven niet te komen. Jullie durven fucking niet te komen. Kom op, man. Ik fucking 1v3'en. Get on my level. Get the fuck on my level. Oké, die gozer is daar. We moeten eigenlijk even een golden appeltje gaan scoren. Want dit gaat hem echt niet werken, hè. Het was trouwens een mooie lava placement. Ik geef het eerlijk toe, dat was netjes gespeeld van mezelf. Al zeg ik het zelf. Ik heb fucking 4 iron swords. Iemand vraagt waarvan ik ben. Ik denk dat hij bedoelt of ik een Nederlander of een Belg ben ofzo. Net of het uitmaakt. We hebben gewonnen! Laten we verder gaan naar het volgende potje. Trouwens, voordat ik naar het volgende potje ga. Ik zag trouwens net dat ik een Cubecraft kreeg in de chat. Zoals je ziet, je hebt 1 Cubecraft gevonden. We gaan dus even kijken of wij gewoon glas kunnen krijgen. Nou, we hebben net een potje gewonnen. Dus geef me maar gewoon lekker glas, Cubecraft. Geef me maar gewoon een fucking Japanse hoofd. Die ik al fucking voor 3 keer heb gehad. Laten we verder gaan. Oké, we zitten in de laatste map. En ik zie dat we in de map sport zitten. En niet mijn favoriete map. Ik klik de hele tijd op random map. Dus voor mensen denken van, hey, waarom kies je kutmaps? Ik kies gewoon een random map. Zo blijft het leuk om te spelen. Als ik elke keer mijn leuke maps moet kiezen, dan kies ik elke keer Rainbow, Gravity, Sunday. En dat soort maps. En op een gegeven moment wordt dat ook een beetje saai, denk ik, voor jullie om dat te kijken. En ik vergeet Bones trouwens. Bones is echt, oh, goddelijke map. En Rainbow. Of had ik die al gezet? Ik weet het niet meer, oké? Je zet me onder druk. Oké, waar kan ik erin? Is dat hier? Ja, kijk eens. I know that shit, man. I know that shit. Oké, we gaan even deze kist openmaken. Hebben we nog wat goede armor? Hebben we nog even wat moois? Volgens mij hebben we echt alleen maar de dingen die we dubbel op hebben op dit moment. Waar zit die andere kist? Zit die boven? Ik twijfel altijd met de dingen. Ik heb altijd de neiging om gewoon gelijk naar beneden te gaan. Terwijl dat ding 9 van de 10 keer boven ligt. Ik weet niet waarom. Ik heb altijd de neiging om dan meteen naar beneden te gaan. Het ziet er zo uit van hier ligt een kist. Weet je wel? En dan kom je eenmaal aan en dan word je gewoon blij gemaakt met een dode mus. Weet je wel? Dat is gewoon niet wat je wil. Oké, deze gozer gaat even dood. Mijn muis gaat weer kut doen. Ik zie dat deze gozer gewoon helemaal AFK was. Dus die gozer is gerekt in zijn poenani, om het zo maar even te zeggen. Oké, we gaan even verder. Even verder bouwen, kom op. Want als het goed is, heeft deze gozer zijn kisten niet gepakt. Dus dat brengt ons natuurlijk weer een stapje hoger qua armor en dat soort troep. Maar ik krijg alleen maar de troep die ik al heb. Op dit moment. Dus ik heb er niet zoveel aan. Waar zit die andere kist hier? Zit die hieronder of zo? Ik weet het niet eens. Ik krijg altijd zo'n... Ik weet het niet. Ik weet niet waar die kist ligt. Ik ga er ook... Zet even in de comments waar die ligt. Ik heb geen zin om daar nu naar te gaan zoeken. Weet je, ik heb nu überhaupt al best wel goede armor, zo te zien. Want ik krijg nu gewoon even een chestplate aangeboden. Van, hey, hier, neem een chestplate. Je hebt geen chestplate pick. Dan denk ik, thanks man. Ik had wel een chestplate, maar maakt niet uit. Oké. Ik ga even mijn boog weer op de goede plek zetten. Mijn stenen dropte ik net. Ik ga even die kant op. Want ik zie dat, zeg maar, aan die kant mensen zijn. Ik ga niet voor de mensen weglopen. Ik wil gewoon lekker vechten, lekker rushen. Lekker je ding doen. Dat is gewoon hoe Skywars draait voor mij. Oké, kom op. Kom op. We gaan even verder bouwen. Ik heb niet zoveel blokken, dus ik moet even weer op mijn blokken gaan letten. Dat is even een dingetje. Oké, kom op. Oké, die hield ook. Ik zat echt te denken of ik die jump niet ging halen. Maar die jump hield ik easy deasy met lemon squeeze. Ik sloeg... Oh, what the fuck, ik spring er bijna vanaf. Ik sloeg heel hard mis, maar gelukkig kilde ik hem. Dat was best wel slecht voor mij, geef het eerlijk toe. Oké, ja... Oké, daar zit één iemand. Ik wil even mijn kompasje erbij pakken. Ik heb geen kompas, dat is kut. Ik wil namelijk even kijken soms waar enemies zitten. Want er zit nog wel eens een gluipertje, die zit daar onder je. En dan gaat je kompas hem een beetje trippen. Weet je, dan wil ik altijd even kijken van waar zit iemand. Ik heb zo'n gevoel dat deze gozer een hele rare beweging maakte net op dit moment. Of het was een bug, maar die gozer draaide net zijn kop een halve slag. Het zag er een beetje uit alsof... En dan zo lopen, want niemand loopt zo. Laten we eerlijk zijn, niemand loopt zo. Op deze manier. Dat doet niemand. Iedereen kijkt altijd waar hij heen loopt. Dus dit was best wel apart. Eerlijk te zijn. Maar ja, we hebben niet meteen oordelen over deze man. Het was alleen een beetje een aparte beweging. Dat is eens wat ik even naar voren wil halen met jullie. Oké, we gaan even deze streep aan blokken pakken. Ik heb geen zin om een axe te pakken, want het duurt ten eerste lang. Volgens mij heb ik niet eens een axe. Dat weet ik niet eens zeker. En ja... Dat duurt wel even. Oké, kom op. We gaan even blokjes pakken. En dan gaan we even rustig naar die guy toe. We hebben ongeveer gelijk aan armor. Alleen hij heeft een broek en ik heb geen broek. Voor de rest is de armor gewoon, laat ik eerlijk zijn, gelijk. Ik zie wel dat deze gozer niet wil dat ik naar hem toe kom. Nee, deze gozer wil niet dat ik naar hem toe kom. Dat is heel duidelijk nu. Ik denk dat deze gozer gewoon opportunities zit te zoeken om gewoon een mogelijkheid te hebben, zeg maar. Om vervolgens mij eraf kunnen schieten met een mooi angle. Ik denk dat dat een beetje zijn bedoeling is. Hij zit heel erg met zijn pijl en boog heel erg gericht. Ga nou eens weg, joh. Hij ziet er niet uit of je goed is. Ja, nu ben je dood. Nu ben je zo hard dood. Je bent dood. Weet je, ik kan gewoon hier lekker achterlopen lopen leunen, want hij is gewoon dood. Dit is 100% zeker dat jij gewoon dood bent, vriend. Oh. Nee, oké. Sorry. Het is niet de lazy kill today. Maar we hebben hem wel. Oké, mooi. Ik ga heel misschien dood aan lava. Maar volgens mij had ik water. Ja, ik heb water. Oké. Dan moet ik even snel dat broekje aantrekken. Deze even pakken en deze erop dumpen. Voordat het hele fucking eilandje in de fik vliegt waar ik echt geen zin in heb. Kan ik even zo doen. Blus ik het sowieso wel een beetje. Oké, waar zit de laatste gozer? Hebben wij nu op dit moment een kompas? Nee, die hebben wij hier niet tussen staan, potverdikke me. Oké. Dat is dat. Dan weet ik dus echt helemaal niet waar ik heen moet op dit moment. Laat ik heel eerlijk met jullie zijn, ik heb echt geen flauw idee waar de fuck ik heen moet. Dus ik ga gewoon naar voren en ik hoop dat ik hem gewoon tegenkom. Dat is even nu de tactiek die we nu even gaan uitoefenen. We kunnen natuurlijk even een kompasje gaan zoeken, dat kan. Maar het hoeft niet van mij. Oké, we hebben weer even wat blokken, dat is wel mooi. Ik ga even heel wat dingen weggooien, want ik heb heel veel dingen niet meer nodig. Gewoon echt helmen die ik dubbel heb. Want ik ga er wel vanuit dat hij nu gewoon een diamond helm heeft, weet je. Als je het zo lang blijft overleven, die match. Heb je 9 van de 10 keer heb je gewoon armor. Dat gewoon redelijk zijn werk doet. Dus gewoon een beetje iron en diamond en gold. Nou, gold is dat niet super goed, maar gewoon... Je snapt hem wel gewoon dat je een beetje een diamond helmpje hebt. Diamond schoentjes en dat soort shit. Dat je dat wel redelijk in orde hebt. Dat je zomaar wel volledig gearmored bent. Met een beetje redelijke armor. Daar is die gozer. Op het midden. Oké, dat is goed om te weten. Maar dat gaat heel kut worden. Want ik ga nu wel mijn water moeten gebruiken. Dat ik anders eraf wordt gegooid wordt. Nou, kom op. Kan hij een beetje schieten? Het ziet er niet uit alsof hij wat tegen me gaat doen. Maar toch weer wel. Ik vertrouw het aan de ene kant niet. Aan de andere kant vertrouw ik hem wel. Kijk hem op. Die jump hebben we. Mooi, hij gaat aan die andere kant kijken. Ik weet niet wat die gast aan het doen is. Maar ik ben de enige die hier al leven. Misschien is hij kijken voor chest. Dat kan ook altijd nog. Misschien zag je, dacht hij ook van, hij heeft wel een goede armen. Misschien moet ik even wat nieuwe golden apples of dat soort shit even bij elkaar gaan fixen. You never know. Oké, even water neerzetten voor de zekerheid. Ik wil even niet dood aan deze gast. Ik wil gewoon even deze gast gewoon even lekker killen. En hopelijk lukt dat. Oké, kom op. Ja, dat is een jump die we ook dan weer easy deasy lemon squeezy gemaakt hebben. Oké, we gaan even wat blokken erbij halen. Want ik ben helemaal scheidsziek ervan dat ik geen blokken heb. Zometeen moet ik sowieso heel veel blokken hebben. Dus laten we gewoon even dit basketbalveld. Volgens mij is het basketbalveld. Ziet er wel naar uit. Laten we deze eventjes grotendeels slopen. En vervolgens eventjes lekker gaan bouwen op dat moment. De aflevering duurt voor mij al veel te lang. Geef het heel eerlijk toe. Maar ik knip sowieso heel veel eruit. Dus voor mij is het al. Valt voor jullie wel mee. Oké, kom op. Die gozer is daar. Ik ga weer mijn watertje plaatsen. Zo, even wat hoger. Zo ja. En hopelijk kan ik mezelf dan opvangen. Kom op, als ik dit schot raak. Als dit schot... Oh mijn god. Volgens mij raakte ik hem ook gewoon helemaal niet. Het was best wel nice geweest als ik dat schot geraakt had. Oké, kom op. Neem het watertje weer mee. Ik zet het water neer alleen als checkpoints als ik eraf val. Dat ik mezelf even erop kan komen. Ik vind het wel goed dat hij even naar mij toe komt. En niet dat ik weer een uur naar hem zit te zoeken. Ik weet trouwens wel waar hij is. Maar ik moet natuurlijk al die eilanden toebouwen. Want deze map heeft fucking 21 eilanden. Gewoon 20 aan de zijkant, 21 in het midden. Of 21 in het midden. Eentje in het midden van de 21. Oké, we worden lekker geboost. We zijn hier niet echt heel erg gepast, denk ik. Oké, we gaan deze gozer ook even een beetje low schieten. Heeft hij nou anti-knockback? Het ziet er wel naar uit. Hè? Het ziet er niet naar uit dat deze gozer anti-knockback heeft. Ja, deze gozer heeft duidelijk anti-knockback. Oké, mooi. Of mooi. En hij fly. Hij fly. Het zal een keer niet zo zijn. Jij bent één zielige rat. Eén zielige rat ben je. Ik vind dit zo sneu. Alsjeblieft, sterf gewoon. Gozer, je kan vliegen. Kom op. Je hoeft niet voor mij te gaan hiden dat je hacks hebt. Ik ga er al vanuit dat jij gewoon nu aura hebt. Weet je dat? Daar ga ik al gewoon vanuit. Kom op. Kom op. Deze gozer slaat gewoon voor mij door de muur heen. Deze gozer is gewoon niet te doden. Dit soort shit. Ja, flikker op met je GG joh. Even serieus. Dit soort shit werkt gewoon niet. Kom op man, je kan toch gewoon de tijd nemen om te leren aimen. Je kan toch gewoon de tijd nemen om normaal te gaan spelen. Kom op. In ieder geval, ik ga deze gast even aangeven op Cubecraft, dus daar geen problemen mee. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video als je hem natuurlijk leuk vond. Deel de video natuurlijk met je vrienden, favorieten en al die andere dingen. En dan zie ik jullie terug bij de volgende eerste video. In ieder geval, ik zie jullie dan en dan zie ik jullie later.